Goeie actie. Misschien hoog weer. Leon Williams. Web ze dat achterlangs. Niet een 1 tegen 1. Brandwijk komt weer misschien zetten. Heel erg ver. Ja, kom aan. Via het bord. Nee, vanaf de driepuntslijn is Den Bosch niet al te gelukkig vanmiddag. Mooie score daar. Daar de voor gek van worden van dit soort acties. Ja, af en toe is de steal op de rebound is genoeg, hè. Denk voor dat je een possessie hebt. Zorg dat je team in positie is en gaat dan voor een goede aanval. Ja, als je er maar drie hebt. Maar ja, een heel slecht schot is ook een turnover wat mij betreft. En die heeft hij wel verschillende gehad. Ja, de aanval de rebound daar weggegeven en Bryant die daar slip. Dan is het gewoon een halfcourt aanval. Nou, dan gaat Mounts voor de 1 tegen 1 en doet er heel mooi bij de heroes. En als ik kijk naar de manier waarop Donar aanvalt, dat gaat allemaal veel makkelijker. Oh, mooi baas. Nou ja, ik heb mijn woorden nog niet koud hier. Weer een turnover. Branch voor de layup. Blok. Ja, lekker hoor. Webster met Rijk naar de basket, goede drive. Nou, had hij zelf kunnen en moeten gaan misschien wel. Ja, maar 3 is meer dan 2. Deze pakt er goed uit. En dan derde voorstel voor 7 tegen 1. Ja. Jee, Blok Melito. Tijd voor Donar om een goede out-of-bounce te lopen. Nou, dit doet Donar wel slim. Hele simpele out-of-bounce play op de baseline. Kom aan, loose balls jongens. Dadepoort nu met de drive sterk, gaat de outside, weer een open 3 voor Donar. Ja. Brands, ja, wat een mooie speelt. Ja. Ja. Een run van, daar is hij weer Tiel, een run van Donar. Ja. En het is 15 punten en het zou zomaar 17 kunnen worden. And one. Het is lekker in de wedstrijd gespeeld, voor de 3 punten erin. Nou, hier het dubbelteamen. Nou, die moet dan hangen, Chris. Eboe en Douw. Ja, dat is het. En ook de manier waarop, hè, van veraf en dichtbij. Dit doet Donar. Of Den Bosch wel mooi. Oh, mooi paas en het naam. Godverdorie. Ja, dit is een mooie score hoor. We zijn nu bezig dan in een A-race. Chris gaat de side. Leerpje. Ja, mooi bal. Klap. Eens even naar de cijfertjes kijken. En dan. Ja, we hebben het over turnovers van de Bosnaren gehad.